niet geloven, die het van mij niet aannemen, nog van een ander. Die nodig ik van harte uit om eventjes te vragen bij de mensen die hier rondlopen met een tablet om naar de filmpjes te kijken over de verschillende bontsoorten. Er zijn hier mensen met tablets, die laten ze je graag zien. Ze zijn niet fijn om te zien, ze zijn zelfs bijzonder schokkend om te zien, kan ik zeggen. Maar dan weet je wat de realiteit is. En de realiteit is dat bont een verschrikkelijk product is. Het is niet alleen verschrikkelijk voor de dieren, het is ook verschrikkelijk slecht voor de gezondheid. Mensen lopen allemaal met bontkragen. Mensen krijgen spontaan allergische reacties. Ze denken dat het komt doordat ze een bontallergie hebben. Maar dat is ook niet waar. Het is een allergie op de meest smerige chemicaliën die gebruikt worden in de verwerking van bont. Mensen laten kinderen hiermee lopen. Er is uit onderzoek in onafhankelijke laboratoria gebleken dat alle producten met bont besmet waren met kankerverwekkende en vruchtbaarheidsverminderende chemicaliën. Dit is wat mensen hun kinderen laten dragen. Ik zou het niet doen als ik een ouder was. Een stuk bontkraag is niets anders dan een stuk chemisch afval. Mensen, als het je dan niet kan schelen wat er met de dieren gebeurt, en er zijn blijkbaar heel veel mensen die het niet kan schelen, doe die bontkraag dan in ieder geval af. Doe die bontkraag af, want het is niet eens gezond voor je, het is goed voor je gezondheid. Wij hebben hier een bak staan waar je je bontkraag in kan achterlaten. Wees niet bang, we gaan ze niet zelf dragen, we gaan er ook geen geld voor vragen. Wij brengen ze bij Bond voor Dieren en Bond voor Dieren gebruikt ze voor educatiedoeleinden. Want educatie, dat is wel hetgene wat heel erg hard nodig is. Bond voor Dieren geeft spreekbeurten op scholen om te laten zien wat bond inhoudt. En dat bond inderdaad hard en gezond is. Jullie hebben ook een mooie bontkraag. Inderdaad, dat is echt bont. En dat is ook bont van dieren die levend gevild zijn. Jullie ook. Ik loop vaak met mijn hondje op straat, die er ook is. Het valt me op dat heel veel meiden van een jaar of 16, 17, met een dikke, vette bontkraag zo gecharmeerd zijn van ons hondje. En ze vinden het zo schattig, zo ontzettend schattig. Dan kan ik me niet voorstellen dat wat zij om hun kraag hebben, dat ze daar niet van weten wat dat verhaal erachter is. Dat ze het niet weten of dat ze het niet kan schelen. Ik vind het zo hypocriet en ik vind het ook onbegrijpelijk. Stel je voor dat dat schattige hondje ook geleefd gevild wordt. Want dat is wat er gebeurt. Dat is precies hetzelfde verhaal. Laat de hypocrisie gaan. Wees verstandig en word wakker. En ga niet zeggen van, ach, het beest is toch al dood. Wat maakt het uit? Nee, iedereen die een bontkraag blijft kopen, blijft verantwoordelijk voor deze verschrikkelijke moordpartijen. Deze slachtpartijen. Laat die bontkragen gewoon liggen. Het is alleen maar inderdaad een feit dat de bontindustrie mensen die er helemaal gek heeft gemaakt om bont te gaan kopen. We zijn er met z'n allen ingetuigd. Eerst heel kleine stukjes, kraagjes en randjes. Mensen werden gewend aan bont. Meer en meer. Grotere kragen, bredere kragen, manchetjes. Vestjes, noem maar op. Laarzen, tassen. Ik weet niet wat voor gekkigheid al niet meer. Het kan niet groot genoeg zijn. En de volgende stap, ik verzeker het je, volgend jaar in de winter, hele bontkragen, hele bontjassen zullen het worden. Want dat is waar we langzamerhand weer naartoe gewerkt worden. 20 jaar geleden kon het niet. Kon je niet met je bontjas over straat. Mensen kregen gewoon een verfbom over zich heen. Niemand durfde nog met bont te lopen. Niemand. Bontwinkels konden sluiten. De ramen werden ingegooid. Dit is langzamerhand weer helemaal de andere kant op gedraaid. Knap werk, bontindustrie. Jullie hebben het heel slim aangepakt. En alle opmerkingen die er zijn over de negatieve kanten van bont worden ondervangen door flauwekulverhalen over duurzaam en verantwoorde bontproductie.
Er is geen duurzaam en verantwoorde bontproductie. Dat is onzin. Dat bestaat niet. Elk dier wat sterft van bont, sterft verschrikkelijk en heeft het leven daarvoor wat nog verschrikkelijker was. Er is geen duurzaam bont. Bont is een slecht product. Het is een milieu-onvriendelijk product. Het is een ongezond product. En het is een dier-onvriendelijk product. Wij hebben geen bont nodig. Bont is een volkomen luxe product. Het is ook geen restproduct van de consumptie, vleesconsumptie. Het is een product wat alleen maar geproduceerd wordt voor een beetje een verfraaiing van ons uiterlijk. Meer is het niet. Daar sterven per jaar 9 miljard dieren voor. Zoveel dieren. Het is verschrikkelijk. Dat hebben wij allemaal op ons geweten. En daarom staan wij hier, zijn we weinig, maar we hopen dat we het verhaal overbrengen. We hopen dat in ieder geval een aantal mensen zal denken vandaag, hé, dit is niet zo oké wat ik draag. Ik doe het niet meer. Ik doe mijn bontdraag af. Ik doe het gewoon af. En wat nog mooier zou zijn, als ze het verhaal zouden gaan verspreiden. Want het is een kwestie van kennis. Kennis, als je weet wat het verhaal erachter is, kun je niet meer zeggen, het valt wel mee, het is niet zo erg. Want het is wel erg. Het is verschrikkelijk erg. En het is iets wat niet nodig is. Stop met kopen, stop met kopen. Dat zal er ook niet meer geproduceerd worden.